Ja, is Massa Positivo. Dit keer wat minder leuk bericht. Op de Willem de Vrijgelaan, betrokken bij een auto-ongeluk. Waar ik verder geen schuld aan had. Sterker nog, ik zat achterin in de auto. Dus was eigenlijk gewoon niet meer als een toeschouwer. Waarop de dame die in de auto zat en de meneer daarnaast remde bij een zebrapad. Daar staken kinderen over en tegelijk hoor ik een enorme klap achter mij. Waar een auto dus achterin reed en mijn nek naar voren ging, schrok me helemaal wezenloos. En dat bij een snelheid van nog geen 40, 50 kilometer. Ze remde tenslotte. Maar de auto wordt hier nog weggesleept, die stoten los, want de airbags zijn eruit. Er is gewoon einde oefening. Nou, binnen een paar minuten was de politie te plaatsen natuurlijk. En de ambulance, die is gelukkig tot nu toe, is jochie, wat hier is aangereden omdat de auto doorschoot, er goed van afgekomen. Want het jochie op de fiets, die door die auto doorschoot, werd bijna gelanceerd. Maar is los van het... Van de schrik en de pijn, het ziekenhuis hoeft hij niet naartoe. De ambulancebroeders hebben hem goed gecheckt. Hij kan zijn weg vervolgen met iedereen de schrik in de benen. En zeker bij mij, stond een shake op mijn benen. Gelukkig is de schade van de auto's, kan ik beter zeggen. De ene stoot los, de andere valt ook mee. Maar dat is het minst belangrijk. Het gaat erom dat je zelf veilig... Veiligheid staat boven alles, dus mijn gaat het redelijk goed, met je jochie gaat het ook redelijk goed en dus komen we allemaal bij de schrik vrij en gaan we allemaal ons weg vervolgen. En dit is dus op de Willem de Zwijngelaan gebeurd in Amsterdam, gewoon achterin zat ik in de auto en een enorme klap en gelukkig kan ik ook weer verder en kunnen we het hier heel snel vergeten wat er gebeurd is. Massa Positivo, ik blijf positief, tot de volgende keer.